welkom bij de eerste live-uitzending van de Sit-Down. Het programma waarin we echt de tijd nemen om iemand beter te leren kennen. Met in deze aflevering Robert Rodenburg. We hebben een nieuw decor, nieuwe gast. Dus en laat lekker comments achter. Laat even weten of jullie een vraag hebben. Dan kunnen we die gewoon aan Robert stellen en dan behandelen we dat. Maar we gaan eerst bij het begin beginnen, want het is een Sit-Down. En we willen natuurlijk gewoon de allereerst leuk dat je er bent. Ik vind het heel leuk dat ik in de allereerste live-uitzending mag zijn. Ik voel me vereerd, Kai. Vind je het spannend? Nee, ik vind het juist wel leuk. Ik ben wel benieuwd ofzo. Ik vind het ook wel leuk als je een soort van die interactie hebt met mensen. Ja, dat ze dus nu ook vragen kunnen stellen. En wat natuurlijk nu is het ook wat langer dan normaal, toch? Ja, we denken toch wel een uur, drie kwartier aan een uur. Dus ja, weet je wel, ik vind het wel een beetje, ik vind het eigenlijk best wel spannend. Dat is ook logisch. Ja, het is de eerste keer live, dus als ik me verspreek, schiet me er niet op af. Maar we gaan beginnen bij het begin, want de sit-down houdt in dat we jou beter leren kennen. Dus hoe was jouw jeugd vroeger? Hoe was Robert als kleinkind? Hoe was Robert als kleinkind? Ik denk dat ik was wel een blij kind of zo. Ja. Ik was wel gewoon vrolijk en had wel gezellig, zeker op de basisschool. Zeker dat ik de eerste jaren van de basisschool was ik dat wel. En op een gegeven moment werd ik wel een beetje nog steeds wel een blij kind en zo. En wel leuk, heel veel buiten spelen en dat soort dingen. Maar ik was wel op een gegeven moment wel gewoon echt een soort van, om het een soort van maar liefst zeg, echt wel een kutkind op een gegeven moment qua. Ik werd er altijd uitgestuurd en dat vond ik dan ook extra leuk. Ik wist echt gewoon, waar? Ja. Dat vind ik echt niks voor jou. Nee, ik denk dat ik er ook wel echt van terug ben gekomen. Maar ik weet zeker nog dat ik in groep 6, 7 en 8 of zo, dat ik altijd wel. Ik werd er gewoon altijd uitgestuurd. Het was heel grappig dat ik laatst een berichtje kreeg van een vrouw en zij maakte de knutselwerk. Weet je, ik kreeg toch altijd als je jarig was zo'n hoed. Ja, precies. Dat was dan bij mocht mij je op school. Ook tractaties uitdelen. Ja, en als je dan je klasgenootjes mocht er dan mee met van die linten zo achter je aanlopen. Als je dan jarig was. En zij maakte dat allemaal. En ik werd dan altijd uitgeschud. En dat lokaal, naast mijn lokaal, daar zat zij dan dat allemaal te maken. Dus zij wist gewoon dat ik elke middag dan wel haar kwam helpen, omdat ik er dan uitgestuurd werd. En dan moest ik dus Sylvia gaan helpen. Maar waarom werd je eruit gestuurd dan? Ja, toch wel een beetje popiopie gedrag of zo, denk ik. Echt waar? Ja, terwijl dat nu helemaal niet nee, meer zo is. Nee, ik wil net zeggen, je bent heel rustig. Nou ja, trouwens, je kan ook wel druk zijn. Ja, jawel, maar het is wel, ik denk dat ik op die leeftijd gewoon het heel erg leuk vond of zo om toch gewoon rebels te doen of zo. Ik weet niet. Geef eens een voorbeeld. Ja, ik had gewoon een voorbeeld. Nou, ik had bijvoorbeeld überhaupt al in mijn laadjes alles liggen wat niet mocht. Als in, je had toch gewoon laadjes. Ja, had ik, ja, ja. En dan had ik een kleila. En dan had ik allemaal klei en dingen en ik had ook allemaal secret dingen. Dus bijvoorbeeld gewoon zo, op een gegeven moment had ik uitgevonden dat mijn ouders een rekening hadden bij een boekenhandel. Waar ze allemaal pennen, van die laserpennen verkochten en onzichtbaar schrijvenpennen. En dan ging ik voor al mijn vriendjes, dan ging ik dat dan halen. En dat kon ik dan op de rekening zetten van mijn ouders. Op dat moment zei ik rekening van Rodenburg en dan kon ik het zo meenemen. En dan had ik op een gegeven moment iedereen een laserpen. Maar ja, dan zei iedereen voordat dan de les begon van, oh, we gaan met z'n allen, weet je wel, die docent gek maken. Maar op het moment, puntje bij paaltje, was ik aan het enige aan het schijnen. Weet je wel, we hadden veel pauze gehad en dan kwam die. Het vliegt iets in het rond in de studio, jongens. Ik moet het wel eventjes. Het is live, dus. Maar gaan allemaal gekkigheid. Allemaal geraden. Allemaal gekkigheid. En dan weet ik nog wel dat bijvoorbeeld dan echt. Dat dan de meester heette dat dan nog binnenkwam. En dat ik dan als enige zo. Weet je wel, scheen bijvoorbeeld. Dat is gewoon dat soort dingen. Of eten in de klas. Wel heel lief dat je dus gewoon voor iedereen zo'n. Hoe hoog was die rekening uiteindelijk? Ik heb dat nooit durven vragen. Ik denk dat mijn ouders ook op de dag van vandaag. Ik hoop niet dat ze kijken. Want ik denk dat mijn ouders op de dag van vandaag niet weten dat ik dat wist. Dat daar een rekening was, want er werd ook voor mijn ouders natuurlijk een eigen zaak of nog steeds en daar kochten hun ook heel veel spullen voor de zaak, dus elke maand kwam er wel gewoon een rekening natuurlijk met, ja, en dan stonden daar misschien 10 of 15 laserpennen, dus ja, dat hebben ze waarschijnlijk niet eens gezien. Nee, precies. En dat houden we zo. Maar als kind, het klinkt nu gewoon alsof je hield gewoon een beetje van lol trappen en kattenkwaad uit, ja. Maar je was niet iemand die, werd je gepest of pestte je? Op mijn basisschool niet. Op mijn basisschool. Nee, pesten ook niet. Ik denk ook wel omdat iedereen was wel een soort van. Dat was sowieso niet echt bij ons op school. Nee? Op mijn basisschool, nee. Ik weet nog dat er alleen in groep 3 of zo een meisje van school is gegaan of zo. Maar omdat zij er niet klikte. Maar voor de rest kan ik me niet. Ik herinner in ieder geval niet de basisschool als een soort van dat wij of iemand gepest hebben of dat ik toen. Ik ben toen niet gepest. Ik lag altijd wel gewoon goed in de groep. Ik kon heel goed met meisjes en heel goed met jongens. En dat nog steeds. Maar dat was toen eigenlijk al, dat ik altijd met iedereen wel overweg kon. Je bent gay? Ja. Zou ik niet denken. Ik hoorde het vandaag voor het eerst. Ik had zoiets van, hè? Jij gay? Ja. Ik had net ook al die mensen die hier achter de kamer zitten. Ik zei het en toen dacht ik zo, nou ja. Nee, je bent ziek. Maar goed, ik blijf verbazen. Ja. Hoe oud was je toen je erachter kwam dat je iets voelde voor jongens? Op een seksuele en romantische manier?
Nou, ik denk dus, dit had ik het laatst over, ik denk dus dat ik het altijd heb geweten. Omdat ik zat vroeger op judo, ja, dat verwacht je ook weer niet, weer een verbazing, maar... ik zat vroeger op judo en toen zei ik dus al tegen mijn vriendjes, en daar dacht ik toen totaal niet over nadat dat dus gay was, maar toen zei ik al van, nou, als ik een meisje was geweest, was ik echt op hem verliefd geworden. Want het was dan zo'n docent en het was dan echt zo'n enorme judo-docent en die vond ik dan toen leuk, weet je wel. En ik had dan één meisje, en zo grappig, zij is dus nu lesbisch, kwam ik dus laatst achter, en zij had dan een piratenpak. En ik had een piratenpak en zij een prinsesjurk en dan gingen we elke keer bij haar ouders spelen, want dan kon ik die prinsesjurk aan op de zolder en dan deed zij mijn piratenpak aan. En dat vonden we dan heel leuk. En dan was ik die hele middag de prinses en zij was dan de piraat. Dus we waren gewoon, ik was eigenlijk altijd wel een beetje, en op zich is dat nog wel oké, maar ik denk dat altijd wel dat ik het al wel een soort van interessant vond of zo. Ja, ik moet zeggen, ik hou van meisjes, maar ik heb ook best wel veel lol gehad in een prinsessenpak of iets. Tuurlijk, dus ik zeg ook niet per definitie dat dat het dan is, maar ik heb wel gewoon, als ik zo terugkijk, dat ik wel gewoon een hoop dingen heb gehad waar ik achteraf van denk. Ook dat ik zo van voetbal hield. Ik denk eerder dat ik die voetballers gewoon leuk vond dan echt dat ik fan was van Ajax. Want nu snap ik waarom jij nog steeds zo'n fan bent. Ja, ik ben een enorme fan. Nee, maar als ik gewoon van die dingen denk ik, ja, op het puntje bepaald die hele wedstrijd interesseerde me niet. Maar ik wilde wel naar de Ajax fandag om als 8-jarig of als 10-jarig jongetje om met die voetballers op de foto te gaan. Ja, ja, dus ja, ja, ja. Soms denk ik dan van ja, ik weet het niet wat ik dan nou allemaal zo interessant vond of zo. Maar ik denk dat het moment dat het bij mij landde was dat ik een van de eerste keren ging acteren en dat er toen echt een jongen was. Nou, ik denk eigenlijk toen ik eerder tv keek of zo en dan iets op tv zag, mm-hmm. Dan zette mijn ouders het altijd weg. Als er dan twee mannen gingen zoenen of zo. Ja, zo, oh, weg. Nee, ja, echt. Ja? En ja, en dan weet ik nog wel dat, altijd, dat ik dat dan toch wel heel interessant vond. Dus dat daarna nog wel ging opzoeken. En dat had ik namelijk ook. Ik keek dan bijvoorbeeld Baywatch en dan zag ik Pamela Anderson, voor degenen die niet weten wie zij is. Zij was een soort van seksgodin van de show met grote borsten, strak badpak aan, blond. En ik had er gewoon dromen over. Ja. En toen was ik een jaar of 6 of zo en toen dacht ik echt, hé, wat zijn dit? Ja, maar dat is toch logisch? Dat is toch maar dat was voor mij wel voor het eerst dat ik dacht van, oké, nu hoe oud was je toen? Ja, ik denk 6 of zo. Nee, dat is wel heel vroeg hoor. Ja, het is niet een soort van seksuele droom, maar ik voelde gewoon, ik dacht meer zo van, ik dacht de hele tijd aan. Je wilde haar. Ja, maar nee, ja, maar ik weet niet. Ik moest gewoon de hele tijd aan het denken. En niet op een seksuele manier, maar ik was een soort van geobsedeerd. Ja. Maar goed, dus dan kijk je tv en dan zie je twee mannen zoenen, daar voel je dan iets bij. Ja. Je ouders zeppen zoiets weg. Ja. Dat is ook best wel verwarrend, toch? Want heerst er een taboe op homoseksualiteit in nou, thuis? Nu helemaal niet meer hoor, maar ik kom natuurlijk wel, dat weet je, uit een hele gelovige omgeving. Weet je, ik zat elke zondag 2 keer in de kerk en wij moesten altijd bidden voor het eten. Dat doen mijn ouders overigens nog steeds. Dus je merkt dat iedereen daar nog steeds wel, hoe zeg je dat? Die leven daar nog steeds in die wereld. Mm-hmm. En dat is ook helemaal fijn. Maar daar is natuurlijk het gay zijn wel een heel gevoelig ding. Ik weet ook nog wel, ik ging altijd, op de middelbare school hadden wij dat ik op maandagavond dus naar een soort van, ja, hoe heet dat, catechisatie? Ik weet niet of je dat kent. Nee. Moest ik naar catechisatie en daar was dan, gingen we het over thema's hebben. En op een gegeven moment ging het een keer over homoseksualiteit. En toen weet ik echt nog dat die man zei van, dat het dus echt niet kon. En dat je dus wel, je bent homo, dus je mag homo zijn, maar je mag het niet praktiseren. En toen weet ik nog dat ik dat toen hoorde en daar echt een soort van, en dat was een beetje voor mij het moment dat ik dacht van, oh ja, ik denk dus wel echt dat ik echt wel oké ben. En toen gingen we daarna dus in groepjes daarover hebben en toen zei iedereen ook heel fel van, nee, maar het kan ook niet. En niet praktiseren, zo heeft God niet gewild. En toen probeerde ik aan het begin nog een soort van toch een beetje ervoor op te nemen of zo, dat ik dacht, nee. En op een gegeven moment dacht ik ook van, oh, dan zakte ik ook een soort helemaal naar de achtergrond. Ik dacht, ja, ik denk dus wel echt dat ik dus hier nu, maar kan ik, weet je, wat soort error in mijn hoofd kreeg van, kut, wat moet ik hier nu mee of zo? Want je zat toen in een groep, want catechisatie, wat is dat precies? Is ja, dat een les het was die iets van de van kerk. Het was een, nou, bijna een soort extra, een soort kerkschool. Ja, voor de gelovige mensen die dit misschien kijken, ik weet niet of iemand het kijkt, maar dan, het was gewoon een soort, ja, ging op maandagavond om 7 uur begon dat. En dan ging je eerst in een grote zaal met iedereen en daarna ging je in groepen. Mm-hmm. Ging je nog verder napraten over het onderwerp en dat kon echt over van alles gaan. Het gewoon een beetje maatschappelijk onderwerp, maar dan wel met een kerkelijk randje eraan. Ja, maar dan zit je daar dus als, hoe oud was je toen je dat gevoel had van, hey, je voelt je eigenlijk ook een beetje miskend of zo? Ja, ik denk dat ik 14 was of zo, 13, 14 of zo, dat ik wel dacht van, oh ja, ik denk wel dat. En wisten je ouders toen al dat jij gay was? Nee. Hoe lang heeft dat geduurd voordat je dat tegen je ouders hebt kunnen zeggen? Ik heb het nooit gezegd. Ik heb het, zijn erachter gekomen. Het was hoe dan? Op een gegeven moment, ik had een laptop op een gegeven moment en ik had toen op de set, ik weet niet eens meer voor welk programma of welke serie dat was,
had ik een jongen ontmoet. En die was volgens mij geluidsman of zo. En die zei toen op een gegeven moment van ja, ik val op jongens. En toen dacht ik, oh, oké. Okay. Dat vond ik toen heel interessant natuurlijk. Want dat was een van de eerste gasten of zo die ik ontmoette die daar dus... die er dus voor open kwam en dat echt zo tegen mij zei. En toen ging ik dus, had ik hem daarna op Facebook toegevoegd, maar die gast was ook echt 10 jaar ouder of zo. Dus het was natuurlijk, ik was ook echt, nou ja, wat ik dus zeg, 15 denk ik op dat moment. En toen had ik dus een, op een gegeven moment een gesprek met hem en toen zei hij van, nou ja, ik kan altijd gewoon een keer naar Amsterdam komen, zo gezellig. En dus het was ook geen fout gesprek per se of zo, maar toen zei hij van, het was gewoon meer, was het meer op een soort coach manier of zo, sprak hij mij toe van, nou, en het is helemaal niet erg en we kunnen daar een keer over praten, maar denk je dan echt dat je op jongens valt, bla bla bla. En ja, ik vond hem toen, vond ik hem wel heel interessant op een gegeven moment, wel een soort leuk of zo. Dat ik dacht, dit is wel voor het eerst dat ik iemand wil zien. Had je daarvoor al met een jongen gezoend? Nee. Zij was echt maar de eerste waar je echt dat wat dichterbij kwam. Ja, en toen weet ik nog dat, nou, ik had op een gegeven moment weken met hem gesprekken. En ik had toen, ik zou dus op een, volgens mij, ik had bijna vakantie en ik zou op een zaterdag volgens mij met een vriendinnetje naar Amsterdam gaan. Een dagje Amsterdam was dan voor mij natuurlijk helemaal hip en happening, omdat ik dan weet je wel zo. En toen weet ik nog dat mijn laptop stond op tafel, gewoon open. En ik zat op een gegeven moment op de bank en helemaal niet meer over nagedacht dat dat gesprek open stond. En mijn moeder zegt, hey Rob, mag ik even iets uitprinten op jouw laptop? En maar ik weet altijd nog, op de verkeerde momenten moet je moeders dan weer... Ik weet het echt nog, als het, ik kan het gewoon nog helemaal visualiseren, gewoon hoe dat moment ging. Dat mijn moeder daarheen liep en dat ik opeens dacht van... Kut. Dan gaat ze het nu zien. En ik weet nog dat ik gewoon naar boven rende. Niet eens heb afgewacht of ze het gezien had. Niet naar je laptop, gewoon naar boven? Nee, want ze heeft het al gezien. Want het was echt woonkamer, dus moet je zeggen, helemaal... Dat was gewoon echt een groot stuk, dus ze ging het zien. En ik dacht, het is ook heel raar als ik die laptop ga. Dus het was voor mij een soort van dat ik dacht, oh, dus ik rende naar boven. En echt, nou, een paar minuten later kwam mijn moeder helemaal over de rooien, gewoon helemaal huilen. Kwam ze ook naar boven. En toen zei ze, maar hoe kan je nou, toen hadden we daar een soort gesprek over. En toen zei ik ook van, ja, maar ik had toch ook nooit het idee dat ik het kon vertellen. Weet je wel, ik was gewoon natuurlijk zo, aan de ene kant is het heel erg een oplucht, maar aan de andere kant voelt het bijna of dat je gewoon echt... iets heb gedaan wat gewoon niet kan. Of dat is gewoon je allergrootste geheim, een geheim wat niet kan of zo. Op dat moment zag ik dat echt zo. Mm-hmm. Dat ik dacht, ja, dit kan niet. Dit gaat helemaal niet. Dit gaat alleen maar... Maar je moeder was juist verdrietig omdat ze dacht... Van, ze vond het eigenlijk zo. Nou ja, tuurlijk vond ze het ook wel even... Vertellen. Ik denk dat ze echt niet... Dat ze echt wel een moment heeft gedacht, nou, misschien is het zo. Maar ze, als ik het nu ook aan ze vraag, ze hebben daar nooit zo bewust over nagedacht. Maar het was denk ik in eerste instantie dat ze het heel erg vond voor mij of zo misschien. Dat ze dacht van, ja... Het is niet per se ook in de omgeving waar je op dit moment nog in leeft. In dit dorp en zo is het niet de makkelijkste optie natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Of in ieder geval zo zie ik dat altijd. Dat ik denk, ja, nee, het is niet... op dat moment was het ook niet het makkelijkste, weet je wel. Ik had allemaal vrienden, jongens, vrienden en... Ja, dat is totaal begrijpelijk. Je zit in een christelijke omgeving. Ja. Dus iedereen is wat dat betreft redelijk conservatief. Ja, en mijn ouders waren toch ook wel bang wat het dorp ervan zou denken. En de mensen in de winkel en de mensen uit de kerk. Weet je wel, dus ze zijn daar wel... Maar ze hebben het volledig geaccepteerd nu. Ja, ja. En wat is het woord? Kijk, normaal zou je dan zeggen, oké, knippen we even, dan kom ik erg intelligent over. Maar dat is nu dus niet het geval. ze omhelsten het ook heel erg, toch? Ja, uiteindelijk. Nou, ik moet zeggen, het eerste periode was wat... Heel goed. Het eerste periode vonden ze het wel echt lastig en toen werd er ook niet echt over gepraat. En toen merkte ik dat ik het heel erg ging forceren. Weet je, heel erg zeggen, nou, volgende kerst zit er een jongen hoor. Zeiden mijn ouders, nou wacht daar nog maar even mee. Die hadden echt zoiets van, oh, gedoe. En, maar op een gegeven moment ging ik natuurlijk naar Amsterdam naar school en mijn 16e. En op een gegeven moment werd het ook een soort van, mijn zussen wist het. En er werd nog steeds niet heel erg over gepraat en iedereen vond het wel moeilijk. Maar uiteindelijk is het wel, was het wel ook wel weer vrij snel gewoon goed. Ik heb natuurlijk ook een relatie op me. 18e en dat was, vonden ze toen echt helemaal fijn en goed. Die jongen hebben ze ook toen wel echt geaccepteerd. Fijn. Ja. Je had het net al over Amsterdam. Ja. Dus je hebt je op een gegeven moment, en ik chasseer het nu een beetje, ik overdrijf het nu. Van, nou, ik heb losgevochten van het dorp en je familie. Ja. Hele dappere keuze. En dan ga je naar Amsterdam. Ja. En dan kom je in Amsterdam terecht. We maken heel eventjes een klein stopje, want ik zie hier mijn redacteur met kaartjes staan met vragen. Want we gaan wat vragen stellen. Oké. Okay. Eén vraag zelfs. Dankjewel. Dus voordat we verder gaan met het verhaal over Amsterdam. Ja. Oh, dat vind ik leuk. Vraag. Vraagt Aaron Kallaert. Ja. Heb je een vriendje? Nee. Nee, ik ben echt... Nee.
Nee, ik ben helemaal vrijgezel en ik vind het, valt me heel goed. Dus okay. Nee, ik ben helemaal single. Nou Eon, ik weet niet of je dit blij maakt, maar bij deze, hij is single. Dus ik zou hem even een bericht sturen op Instagram. Doe maar dat. Goed, dan ga je vanuit het dorp door naar Amsterdam. Ja. Dan kom je in een grote stad terecht, waar je meer jezelf kunt zijn, denk ik. Je ja. bent eigenlijk een beetje los van de kerk en misschien ook wel van je gezin. Ja. En dan ga je hier naar de acteerschool. Ja, nou ja, de eerste 2 jaar woonde ik dus nog wel thuis. Van mijn 16 tot mijn 18 ging ik elke dag op en neer. Maar het was wel voor mij een verademing om in een omgeving te komen waar het gewoon allemaal echt geen reet interesseerde. Want ik weet nog, maar op mijn allereerste dag van mijn opleiding zaten we ook in de klas. En nou, het was, iedereen was kennis maken. Iedereen had elkaar natuurlijk nog niet echt gezien. En ik weet ook nog dat ik gewoon op een gegeven moment gewoon tegen een meisje naast me zei, zo. Ik dacht, toen ging ik het heel erg forceren. Van zo, hij is echt, weet je wel, echt hot, echt lekker. En toen zei, keek ze me ook zo aan, zo van, oh, wat zei jij nou? Toen zei ik, ja, ik ben homo, maar heel hard, weet je wel. Iedereen mag het weten hoor, ik ga het ook echt niet meer onder stoel of banken schrijven, ik ben homo. Dus ja, op precies. Dat moment wist ik gewoon mijn hele... was losgeslagen uit ja, het dorp. Ik dacht ook ik van, ik wil gewoon niet meer naar mijn middelbare school, wilde ik dat gewoon echt niet meer. Ik dacht, ik ga ook gewoon echt niemand meer over me heen laten lopen. Ik ga gewoon nu vanaf moment 1 zeggen, ik val op jongens en niemand heeft er ook ooit een ding van gemaakt. Nee. Iedereen wist gewoon, oké, Robert viel op jongens en... Fijn, maar dat was voor mij maakte het zoveel makkelijker om dat gewoon op dag 1 eruit te gooien. Dat je weer zo'n, ik zag er alweer helemaal tegen op dat je dat weer tegen mensen moet gaan vertellen. En ik had er helemaal geen zin in. Ja, tegelijkertijd weet je wel, het zou helemaal geen... Ik bedoel, ik stel je net die vraag van, je bent gay toch? Hoe was het vroeger? Het zou eigenlijk geen reet uit nee, moeten maar, maken. Nee, maar kijk, dat zegt wel... iedereen altijd, maar uiteindelijk maakt het wel nog uit. Ja, in de zin van, iedereen zegt dat al 2019 zo geaccepteerd. Nee. Nee. Het is het gewoon niet, weet je wel. Ik kan nog zoveel dingen bedenken waarin ik het merk dat ik denk, oh ja. Ja. Weet je wel, dus... Ja, voel je vaak gediscrimineerd? Nou, nee, maar ik merk nog wel gewoon... Kijk, ik merk gewoon wel echt de jeugd van tegenwoordig. Dat ik echt soms berichtjes krijg echt van 14-jarige jongens. Ja, en soms nog jonger. Ik heb zelfs gelezen. Dat heb ik wel eens laten zien dat ik echt dacht van, nou, jullie hebben echt... een opvoeding gehad, dat misschien, ja, is heel gemeen om te zeggen, maar gewoon echt, ik dacht echt niet zo op mijn 14e. Nee, maar heel agressief en gewoon echt homofoob. Ja, maar op me bijvoorbeeld, als iemand KK homo naar mij stuurt, nou, ik wist echt nog niet op mijn 13e wat het woord KK was. Kim Kardashian, toch? Ja, Kim Kardashian, ja. KK, Kim Kardashian homo. Ja, dat is wel een goed scheld voor. Dat zo interpreteer ik dat vanaf nu gewoon. Als iemand mij voor KK homo uitschildert, dan zeg ik denk ik gewoon in mijn hoofd, oh, dat betekent een Kim Kardashian homo. Ben je een heel erg homo. Ja, gewoon een enorme nicht ben je dan. Ja, dat is heftig, hè? Maar dat mensen er ook voor kiezen om gewoon te zeggen, nou, oké, weet je, ik ga even lekker KK homo naar iemand sturen. Kijken wat dat losmaakt. Ja. En dat lucht heel erg op voor mezelf. Ja, maar dat is gewoon dat ik dan soms wel eens denk van, ja, dat soort momentjes of zo. En ja, ik had bijvoorbeeld gisteren liep ik ergens en ik was naar het strand geweest en ik had een soort tijgerswembroek aan. Zoals je weet, ik heb heel vaak tijger aan. En ik had ook nog die van die Gucci loafers erover met zo'n zonder achterkant, weet je. Ja, ja. En ik had een zwart t-shirtje aan en ik had mijn zonnebril op mijn hoofd. Dus toen zag ik mezelf ook in de spiegel en dacht ik, oh ja, nu is het ook echt wel Roberta in plaats van Robert. Die hier loopt. Maar toen liep ik, en dat was in Wijk aan Zee, zegt dat goed? Ja. En toen liep ik daar. En dan merk je gewoon dat je dan echt weer in een soort van even in Beverwijk, dan weer echt ver uit Amsterdam. Ja. En dan voel ik het wel weer dat ik denk, oh ja, mensen praten nu wel echt van, oh maar dit weet je wel. Dan, ja. Dan voel ik me weer dat ik denk, oh ja. Maar volgens mij ben jij niet de type die zich daar... Nee, totaal niet. Maar omdat je natuurlijk vroeg van, ja, merk je dan nog wel eens? Ja, tuurlijk, ik heb wel eens een opmerking of zo. Of, ja. Of een berichtje of zo, maar... Voor de rest moet ik zeggen dat ik het me niet heel erg merk of zo. Nee. Nee. Kijk, terug naar het acteren. Ja. Wist je, hoe oud was je toen je dat voor het eerst deed en wist je al vanaf een jonge leeftijd dat je dat wilde gaan doen? Ja, ik heb dat echt altijd al gewild. Echt als kind, ik vroeg altijd voor mijn verjaardag verkleedkleren. Dus of met kerst. Of dat begon met het prinsessenpak? Nee, die heb ik nooit gehad. Nee. Pak, ik kreeg op een gegeven moment wel gewoon echt van alles. Ik had opeens een Romeinse kleding en ik had echt gewoon alle soorten verkleedingen en pruiken en dat vond ik echt fantastisch en dan nodigde ik ook altijd, wij hadden een trampoline in de tuin thuis en dan ging ik briefjes door de briefbus doen dat ik een theatervoorstelling ging geven en dat was dan nul voorbereid, maar dat was gewoon Robert op een bezem in een Romeins pak. Okay. Weet je wel, dat was gewoon een soort van improvisatie en dan konden mensen bijvoorbeeld voor 20 cent of zo, dat was ik echt nog jong hè, langskomen in de tuin en dan had mijn moeder limonade en zo gemaakt en dat ging een soort show geven op de trampoline, dan ging ik gewoon een kwartier zo springen en een beetje rondrennen en dan konden mensen daarnaar kijken. En dat was, en op een gegeven moment toen
kreeg mijn moeder een soort van lucht in de winkel dat er dus een toneelvereniging was, een dorp verderop. Nou, daar mocht ik toen ook op en dat heb ik toen ook gedaan. Dus ik heb dat gewoon altijd al gewild. En toen op een gegeven moment weet ik echt nog altijd, als ik als kind van 11 of 12 al zei van, denk ik groep 8 al of zo, dat ik al zei van, toen hoorde ik dus van die acteeropleiding in Amsterdam. En toen zei ik al tegen mijn ouders, als ik oud genoeg ben en ik haal mijn diploma op de middelbare, dan wil ik daarheen. Mm-hmm. Dus ik heb altijd dat soort van streven gehad van, oh ja, nog een jaar, nog een half jaar. Dat heeft me ook altijd wel een soort van, dat ik dacht, oké, Robert, gewoon doorbijten en... Je hebt gewoon wel op vroege leeftijd doelen voor jezelf gesteld. Ja, ik wilde gewoon naar die opleiding en ik wilde gewoon, ik wist gewoon echt precies wat ik wilde. Ja, en nou, dan kom je op die opleiding terecht, dan ben je bezig met acteren. Ja. Wat was voor jou het moment in jouw carrière dat je voelde van, oké, nu gaat het echt ergens heen, nu ben ik echt stappen aan het maken? Ja, vind ik altijd zo lastig om te zeggen, omdat ik nog steeds altijd, op de dag van vandaag nog steeds denk van, ik ben nog lang niet waar ik wil zijn. Dus ik denk dat ik het altijd gewoon heel, voor mijn gevoel zit ik nu echt op 1% van die 100 of zo. Weet je wel, qua, ik heb zoveel dingen die ik wil doen en nog zoveel dingen die ik wil behalen of zo, maar... Ja, dus ik vind dat een lastige vraag. Zo, ja, wanneer had je dan het idee? Nee, ik kan me voorstellen dat Spangas, dat heeft je sowieso bekender gemaakt. Ja, ja, misschien is dat het moment op een gegeven moment dat mensen dan, ja, als je ergens bent en mensen herkennen je of zo. Mm-hmm. Dat denk ik, ja. Ik vind het heel lastig om te zeggen of zo. Omdat ik, ja, voor mijn gevoel ben ik nog, omdat ik zeg, ik ben voor mijn gevoel gewoon nog lang niet waar ik wil zijn. Nee, dat siert je. Maar goed, ik kan voor mezelf bijvoorbeeld zeggen, nadat ik in Expeditie Robinson heb gezeten, toen veranderde voor mij heel veel dingen. Ja, nou, misschien dat dan wel nu, ik denk het laatste jaar of zo, dat er een hoop veranderd is en dat ik heel veel dingen opeens mocht doen dat ik dacht, oh, dit is wel heel vet en dat dit mocht doen en dat mocht doen. Dus ik denk wel dat het laatste jaar misschien al wel, dat er een hoop veranderd is in mijn leven of zo. En wat verandert er dan? Nou, bijvoorbeeld, nou, dan heb je succes, je wordt herkend, je kan ervan leven, dat weet ik toevallig. Wat verandert er wezenlijk in je leven? Op wat voor vlak? Qua... Dat kan van alles zijn. Ja, ik bedoel, laat ik zeggen. Wat vind je ervan om herkend te worden? Laten we daar eerst op. Want je speelt dan in Spangas. Je hebt... Hoe was die auditie daarvoor? Laten we daar eerst even over. Oh, god. Ja, dat was echt een regelrechte ramp. Ik weet nog dat mijn relatie ging uit op een avond. En ik weet dat ik de volgende dag had ik mijn eerste ronde. En ik had natuurlijk geen oog dicht gedaan. En ik woonde ook nog samen op dat moment. Dus het was natuurlijk, ik voelde me een soort vreselijk. En allemaal kut. En toen weet ik nog dat ik die auditie 's ochtends had. En kwam binnen en ik was helemaal een soort van niet daar of zo. En toen zeiden ze van, weet je wel, het was nou klaar. En toen moest ik dus gaan auditeren. En dat ging op zich wel oké. En toen zei ze, oké, dan mag je nu je dansje doen. En ik kijk zo naar die tafel en denk, dansje doen. Heb ik dit niet meegekregen? Management, wat er weer misgegaan met dat dansje. Ja. En toen zei hij van, zet hij opeens Bruno Mars op. Ja, ga maar dansen. Ja, dat is zo kut. Oh, dat is ga maar dansen. Dus ik maar wel echt soort van nog echt het idee van, ik doe gewoon echt omdat ik dit soort van onder controle heb. Maar totaal doorheen gebluft. En ik liep weg en ik dacht echt, nou, mijn leven kan op dit moment gewoon even allemaal niet meer erger. Relatie uit, staat op straat. Nee, gekkigheid. Maar wel dat ik dacht van, oh nee. En toen ben ik eigenlijk volgens mij 2 dagen later al gebeld van, hé, je hebt een tweede ronde. Toen dacht ik, hé, hoe kan dat nou? Nou, en toen eigenlijk had ik nog een ronde. En toen moest ik met een jongen met wie ik uiteindelijk mijn hele verhaallijn speel. Die kende ik al van school. Mm-hmm. En die zei tegen mij van, ik denk dat het wel goed zit. En toen dacht ik nog, oh nee, niet alvast binnen Robert. Want ik heb natuurlijk een beetje, oh, je hebt zoveel dingen dat je dan denkt, nou, dit heb ik echt of dit mag ik gaan doen. En uiteindelijk gaat het helemaal niet door. En, maar toen uiteindelijk werd ik dus gebeld van, ik heb goed nieuws. Je hebt de rol. En toen, het was wel een soort van, dat was voor mij wel een soort van euforisch moment. Ja, dat weet ik nog. Ik was toen zo blij. Hele bekende serie. Goed bekeken. Ja. En nu even terug naar de vraag die ik daarvoor stelde. Ja. Dus dan zit je dus in zo'n serie, je komt op televisie, je wordt herkend. Ja, kijk goed, wat ik denk dat iedereen dat zegt, ik vind het altijd heel, altijd wel, gewoon fijn of zo. Mm-hmm. Weet je, ik heb er tot op de dag van vandaag niet heel, ik vind het alleen gewoon soms gewoon wat lastiger qua festivals of zo. Dat daar gewoon, daar hadden we het laatst over. Ja. En dan merk ik wel dat ik ben al een soort van een beetje para altijd in grote groepen. Mm-hmm.
En dan op een festival vind ik het dan wel echt moeilijk om mezelf te laten gaan. Ja, maar ja, ik moet ook wel. Oké, we waren dus naar een festival gegaan, naar Pinkpop. En ik was. Nou, Rob en ik, Anna Nusin, Monica Geuze, Thomas Dekker, Dio. Ja, dan zit je, ik bedoel, je zit natuurlijk eigenlijk ook hadden we gewoon niet naar een festival moeten gaan. Hadden we gewoon gezegd, oké, we gaan het gewoon niet doen. Want het is gewoon, zeg maar, vooral met die meiden, die zijn zo bekend. Ja. Dan kan je dus inderdaad ook niet echt, dan is het meer als dat er, ja, dan ben je dus, meer, ja, je moet er niet mee bezig zijn. Nee, is het ook zo, maar het is gewoon, ik had het voelt ook op open air, weet je wel. Dan is het een hele leuke groep heen. En dan, maar je merkt gewoon dat hoe later het wordt, hoe asocialer dan mensen worden of zo. Hoe meer ze gesopen hebben, hoe meer drugs erin zit. Ja. En ik durf dan gewoon, dat is ook iets wat ik gewoon moet loslaten. Dat weet ik ook, dat zeggen ook heel veel mensen tegen mij. Maar ik durf dan gewoon toch niet helemaal lam te worden of überhaupt iets van drugs. Weet je, ik ben dan dat ik denk, nee. Ben je veel te bang of zo, dat ik dan denk, ja, je zou maar net weer zo'n troela hebben of zo. Die dan net weer, ja, ik ben gewoon, ja, je weet dat, ik ben gewoon een beetje para of zo. Ja. En zeker als dan mensen naar je toe komen en dan een gesprek willen, ja, dan wil ik er gewoon niet helemaal lijp en verkrekt uitzien. Dat is toch wel nog een soort van de hoe zeg je dat? Een stukje ijdelheid ook. Ja, denk ik wel. Ik denk dat dat heel erg is. Maar voor de rest, nee, ja, goed. Weet je, ik ben al zo blij met het werk en de dingen die ik mag doen. Dus ja als dat dan iets is wat er dan bij komt, ja, nou ja, het is natuurlijk in ieder geval wel belangrijk dat je gewoon jezelf kan zijn en je gewoon kan laten gaan wanneer je dat wil doen. En anders dan ben je voor andere mensen aan het leven. Dat is ook wel weer waar. Maar goed, nee, ja, ik en kan... Je ziet er nooit verkrekt uit. Nou, zelfs als je een borreltje op hebt. Nou ja, er zijn de meningen over verdeeld, maar goed. Nee, ja, wat ik zeg, het is, ik ben echt wel... ik ben alleen maar heel blij. Dus ik zie niet zo per se heel veel negatieve dingen aan het feit dat er iets is veranderd of zo. Nee. Oké. Nee. Houd het even vast. Ga ik even naar de redacteur kijken of er nog een vraag is. Mochten jullie zelf nog vragen hebben, leuk jullie trouwens kijken voor de mensen die net zijn gaan kijken. Jullie kunnen gewoon vragen stellen. En ik ga er nu eentje aannemen. Oh. En deze vraag... Wat een lange vraag. Zo. Deze vraag is van... Excuses als ik hem anders uitspreek. Trajica Marozan. Helemaal mond vol. Ja, wel een mooie naam. Mooie naam. Ja. Hoe ben je erbij gekomen? Hoe ben je erbij gekomen? Waarbij? Aardbei. Oké, nee, ik zit deze zin gewoon even te lezen. Hoe ben je erbij gekomen om te gaan vloggen? Ik vlog niet. Ik wil net zeggen. Maar ik heb het wel ooit gedaan. Precies. Ik heb het precies 3 weken volgehouden. Dat was gewoon dat ik toen dacht, dat leek me heel leuk. Alleen toen kwam Spangas ook. Ja. Dus toen, ik mocht dat allemaal niet filmen een paar maanden lang. En toen dacht ik, ja... Moet ik dan elke ochtend gaan zeggen, ik ga nu ergens heen, maar ik ga nog niet zeggen waar naartoe. Dat vertel ik pas over 5 maanden. Ja, toen dacht ik, ja, dat is ook een beetje stom. En ik moet ook eerlijk zeggen, het kwam me ook wel echt goed uit dat op dat moment bang was. Ik vond het ook echt wel pittig of zo. Ja. Qua dat editen en ik kreeg zo'n stress van. En dan had ik van dat trage internet thuis en dat uploaden dan niet op tijd. En dan kreeg ik alweer van die mensen die dan berichten sturen. Maar om 4:30 kwam toch. Ja, en trouwens, maar vloggen, Piotr is ook wel een beetje vloggen. Dat is wel waar ik heb afgelopen weekend wel een soort vlog gemaakt. Voor SBS? Ja, ja. Voor Chateau Meiland. Wel was ik. En toen heb ik wel gevlogd, dat klopt. En ik vond dat je het goed deed. Dus ik vind het ook wel grappig, maar het zou me al een hele hoop schelen als iemand dat voor mij zou editen. Dus misschien dat ik het ooit wel weer zou overwegen om dat af en toe te doen of zo. Ik moet bijvoorbeeld volgende week naar Turkije. Ja, misschien is het dan leuk om op dat soort momenten te vloggen, maar voor de rest... Oké. Weet ik niet. Alright. Nou, Drasica, ik hoop dat we de vraag hebben beantwoord. We hebben er nog eentje. En deze is van Nina Engels. En dat is wel een goeie. Want vind ik ook eigenlijk ook wel zo. Hoe kan je altijd zo positief blijven? Ik weet niet of ik altijd heel positief ben. Ik vind je wel eigenlijk best vaak positief. Ik heb denk ik gewoon echt heel af en toe een bui. Dat ik wel gewoon even... Ik had bijvoorbeeld laatst waar Kai en ik eten en dan... Weet ik ook niet opeens wat er dan is of zo. Ik kwam uit de spa en dan opeens is gewoon alles kut. Even of zo. Dat duurt dan ook... zo verwend. Ik weet niet wat er is. Ik kwam uit de spa, maar opeens gewoon alles nee, kut. Ja, het klinkt ook heel decadent wat ik nu zeg, maar het was gewoon... Dat heb ik gewoon heel af en toe. Maar over het algemeen ben ik wel heel positief. En ben ik ook altijd wel dat ik een hekel heb aan zeurder, weet je wel, zeikerige mensen of zo. Weet je wel, die dan heel erg zeggen van ja, maar ik kan niet uit, want ik moet morgen... Of dit of dat, of nee, echt laatste drankje, want ik ben al zo moe. Dan denk ik wel, ik ben al toch wel dat ik denk van, oké, jongens, ik heb ook echt punten gehad. Yeah. Dat ik dacht, ik kan nu alleen maar in mijn bed liggen, maar dan denk ik ook van, weet je, ik hou gewoon van, kom op, even armen eronder en gewoon gaan. Jij vindt mij vaak een zeiker. Ja. Ben ik ook. Ik zeik wel echt veel. Ja.
Maar ik ben niet negatief per se. Nee, maar je bent wel gewoon heel erg, als we ergens gaan eten bijvoorbeeld, dat je dan zegt, ja. Ja, dan voel ik dan staan we ergens of dit voel ik gewoon niet helemaal. Kai heeft gewoon 3 restaurants waar hij wil eten en nergens anders. En er zitten echt 9000 restaurants in deze stad hier achter ons. Ja, klopt. Dus we gaan vanavond weer bij hetzelfde restaurant eten als waar we altijd gaan eten. Ik ben en het is ook de enige, Kai is ook de enige die daar altijd wil eten. Ja. Volgende vraag. Van Fleur van den Bergen. Hallo Fleur. Zou je in nog een serie willen spelen? Zo ja, welke? Absoluut. Nou, ik kan me dat nu niet eens per se bedenken, maar ik vind wel dat die dingen die Videoland nu en zo maakt, vind ik wel echt heel tof. Zoals Mokro Mafia of zo, zoiets. Ja, ik weet niet of ik daar helemaal nu zo, ja. Nou, ik vind met het haar is het helemaal top. Nee, maar kijk, meer Mokro. Ik bedoel meer... Ja, het zit niet alleen maar. Okay. Ja, nee. Nee, goed, dat zou ik heel leuk vinden, maar ik denk dat ik sowieso heel veel dat Videoland en Netflix en gewoon die maakt denk ik op dit moment, ik denk dat er sowieso wel heel veel goede series worden gemaakt. Zeker. Ook door NPO Online. Voor YouTube maken natuurlijk ook programma's en voor NPO Start. Dus er zitten heel veel dingen bij waar ik van denk, oh ja, dat zou ik wel willen doen. Dus ik wil zeker weer heel graag gaan acteren. Okay. Dus wie weet. En voortbordurend op de vraag van Fleur, films? Oh ja, ook. Ja. Ik denk wel altijd dat, ik vind wel de commerciële dingen heel leuk. Dus dat zou ik absoluut doen. Ja goed, weet je, ik ben gewoon, dat zeg ik ook altijd, ik ben gewoon heel open in, ik wil gewoon dingen doen die ik leuk vind. En, wat zou de allervetste rol zijn voor jou om te spelen? Een soort droomrol? Een droomrol voor mij om ooit te spelen? Nou, ik vind het dus altijd wel gewoon heel leuk om heterorollen te spelen ofzo. Daar ligt voor mij gewoon heel erg een uitdaging, omdat ik gewoon heel vaak heb gehad dat ook bij audities dat er dan wordt gezegd, bijvoorbeeld al van, oh ja, maar Robert kan dit niet, want... Of echt, Robert, waar wordt het gewoon gezegd? Jawel, ik merk dat wel dat op het moment dat ik dat heel openlijk op social media heb uitgedragen, of meer openlijk ben gaan doen, dat je dat dan wel merkt of zo. Ik deed voorheen nog best wel veel audities voor heterorollen, maar dat is dan toch wel denk ik minder of zo. Ik weet niet waar dat dan per se aan ligt, maar ik heb wel gemerkt dat... heterorollen of zo, dan sneller misschien niet naar... Ja, wie zie je nou, welke gay acteurs zie je nou heel veel heterorollen spelen in Nederland? Ferry Doeners is altijd de eeuwige nicht. Ik zit even na te denken, ja, maar eigenlijk, ik heb één, ik weet even niet hoe hij heet, een kale acteur, wat heel oud, nou, heel oud, 55 of zo is hij denk ik zeker. Maar ja, ik vind het een beetje stom, zeg, nou, die jongen is gay en als acteur zijn... Ja, maar het is toch gewoon hokjeskast. Ja, alle audities die ik vaak doe is voor een nicht. Ja, gewoon een tijdkast. Voor een homo. Ja. Weet je wel, dus, en dat vind ik ook niet erg, want ik schaam me er niet voor. Dus ik vind het prima om te spelen, maar het is voor mij ook wel weer een keer vet of zo. Of het ligt voor mij gewoon heel erg uitdaging om wel. Want op school moest ik dat dus altijd doen. Ik kreeg altijd de opdracht van docenten om dan, omdat ik dus homo was, moest ik altijd de tegenovergestelde bewijzen. Ja. En dat ging echt goed. Ja. Ik durf dat echt wel te zeggen dat ik dat echt kan. Ja, geloof ik ook wel. Dus dat is, daar ligt voor mij een heel erg een uitdaging in. Maar als ik dan nu nadenk over echt rollen of zo, ja. Ja, ik denk ook, ik zat wel van de week naar Aladdin te kijken, toen dacht ik ook echt leuk hoor. Als je gewoon zo'n Disney film en dan helemaal zo, dat is ook wel heel tof. Maar ja, goed, wat ik zeg is, ik ben gewoon, ik leef echt wel een soort van een beetje met de dag of zo. En wel wat er ook op mijn pad komt, als ik dingen leuk vind, doe ik het gewoon. Mm-hmm. Weet je wel, een jaar geleden had ik nog echt niet per se, of anderhalf jaar geleden, van heel erg van presenteren. Dat was iets wat ik anderhalf jaar geleden echt zo dacht van, dit wil ik. Dat vond ik opeens dat ik dacht, ja, dit wil ik gaan doen. En nu mag ik natuurlijk voor de KRO, doe ik een eerste praatprogramma. En dat zijn dan weer heel erg dingen, oh ja, dat vind ik ook wel heel vet of zo en ook heel leuk. En als je zou moeten kiezen tussen acteren en presenteren? Nee, daar kan ik niet tussen kiezen. Ik hoop uiteindelijk dat ik een combi mag doen. Maar echt, stel iemand staat met een pistool tegen je hoofd en die zegt gewoon, acteren of presenteren? Dan moet je wat zeggen, anders gaat de kogel door je hoofd. Dat wil je ook ja, doen. Kai, dat moet. Nee, ik denk dan op dit moment dat ik dan presenteren. Ja? Ja. Ja, okay. Omdat ik daar denk nog, ja, dat is gewoon nog heel erg onbekend terrein. Ja, ja. Bij acteren ook absoluut, want wat goed. Ik heb zoveel dingen die ik zou willen doen, maar qua presenteren denk ik dan, ja, dat presenteren is nog zo onbekend dat ik denk, oh, daar is al helemaal heel veel te ontdekken ofzo. Ja, precies. Oké. Okay. Ja. En je zei net al, ik ben gewoon heel erg benieuwd, dat je dan op een festival staat en dan niet te veel wil drinken, want dan zou er zomaar iemand met een telefoon voorbij kunnen komen om een filmpje van te maken. Nou ja, kijk. Ja. Drink jij veel? Ja, ja. Ja, ik weet dat ik veel drink, want ik denk heel vaak mee, maar ik dacht, ik stel hem voor de kijkers alsnog eventjes. Ja, nee, natuurlijk niet op een alcoholistisch niveau of zo, dat ik me elke dag helemaal klem zuip, maar
Ja, mijn probleem is gewoon soms een beetje dat ik overal gezelligheid ook wel in zie. Ik word daar wel steeds selectiever volwassener en selectiever in of zo. Heel vaak denk ik ook, nu heb ik er ook gewoon geen zin in. Maar ik ben wel, dat als ik eenmaal ergens zit of zo en er is een wijntje, dan maakt het op mij niet meer uit of dat nou 4 of 6 flessen aan het einde van de avond zijn. Weet je, ja, je weet dat. Ik drink ook gewoon wel snel. Dus ja, ik hou wel echt van zeg maar niet dat ik altijd dronken ben of zo. Weet je wel? Nee. Dat is gewoon, ik koppel gewoon heel erg alcohol aan gezelligheid. Ja. Dus als iemand tegen mij zegt, kom, we gaan eten, maar we gaan niet drinken, denk ik echt. Weet je wel? Dan ga ik ook niet eten, sorry. Nee, dan kom ik niet. Dan ga ik wel met iemand anders wat eten. Nee, gekkigheid. Maar ik ben wel gewoon heel erg, dat ik denk van ja, ik wil gewoon. Ik heb nu al helemaal zin om vanavond een wijntje te drinken weer. Weet je wel? Gaan we zo direct ook gewoon lekker doen hoor, jongens. Daar heb ik dan gewoon echt alweer ontzettend veel zin in. En voor mij komt nog een vraag. Tweede. Even kijken. Deze vraag is van Ed Roosmarijn Wind. Kut Roosmarijn, dit is een vriendin van mij. Dat een vreselijke vraag heeft ze zeker weer gesteld. Oké, jullie kennen elkaar. Oh, heel goed, denk ik. Omschrijf je heftigste avond tijdens het uitgaan. Hoe was dat en met wie? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik probeer altijd gewoon soms in het leven wat discreter te zijn. Dat lukt me ook nooit. Qua uitgaan? Gewoon, ja. Gewoon de donderdagavondclub. Daar was je zelf ook onderdeel van. Wat? De donderdagavondclub. Die periode dat met Anna en met Jesse en met me niks Thomas. En dat ging ook elke donderdagavond door het geluid. Ja, ik denk dat was wel de wildste periode uit mijn tot nu toe uitgaansleven. Dat was natuurlijk Anna en zo. We waren natuurlijk al heel erg die groep door Expeditie. Ja. En toen sloten wij ons daar denk ik ook later bij aan. En dat ging altijd wel tot in de vroege uurtjes door. Ja. En ik denk dat ik echt pas een beetje de laatste maanden pas iets van mee heb gekregen. Nou, nee. Voor mij was iedereen zat op dat moment in een soort periode van zijn leven waar dat even nodig was. Ja. Dus Anna was net uit met een relatie. Volgens mij, ik had geen relatie meer. Ja. Jij ook niet. Nee, bij mij was het ook net uit, ja, denk klopt. Ik. Ja. Over relaties gesproken. Je hebt dus nu geen relatie. Nee. Maar hoe ziet jouw liefdesleven eruit? Zie je dat, die zwarte muur daar? Ja. Zo. Echt? Nee, schat, het is vreselijk. Maar goed, nee, dat moet ik ook niet zeggen, want ik ben er zelf ook gewoon niet mee bezig. Nee, precies. Je bent niet actief op zoek naar iemand. Nee, omdat ik gewoon ook wel gewoon in Amsterdam een beetje gek word, ook van dat geklets of zo altijd. Omdat ik heb altijd het idee dat de hetero-scene is al een ding, maar de gay-scene is nog kleiner en kent echt iedereen elkaar. Dus als ik bij wijze van op dinsdag met Pietje wat heb gedronken, weet woensdagochtend iedereen het. Maar hoe erg is dat? Nou ja. Als jij en Pietje een leuke avond hebben gehad. Luister, ik had gewoon laatst een klein voorbeeldje. Er was een persoon in kwestie die ik wel eens zag. Gewoon echt puur gezellig. Was het helemaal niks serieus. Seks ook? Ja, soort van. Wel, ja. En een paar weken later was er een soort van opeens stilte. En ik kom er dan achter dat persoon X met mijn ex weer. Dat ik opeens dacht, en daar kwam ik toen achter, en toen dacht ik even gewoon van, oh, weet je wel, wat is dit ook voor een vreselijke scene af en toe. Ik hou daarom ook echt niet van gay uitgaan. Nee. Weet je, ik ben heel erg van, iedereen moet zichzelf kunnen zijn en proca dat, maar soms denk ik wel echt, vrouwen zijn erg, maar echt nichten spannen de kroon. Echt waar? Ja. Als ik qua valsigheid soms, ja, absoluut. Ja. Kan je een voorbeeld geven? Nou ja, ik had 3 jaar geleden had ik een soort vriendengroep met allemaal homo's. Nou, dat was zo achter de elleboog. Iedereen was over elkaar aan het lullen. En zelfs in die vriendengroep? Ja, je hoefde dan echt maar, ik hoefde bijvoorbeeld maar, en ik ben altijd gewoon heel erg, je weet het, ik ben heel erg van, hey, hoe is het? Weet je wel, met iedereen altijd wel gezellig of zo. Je kan echt met mij, met iedereen neerzetten en ik heb het gezellig. En dan kwam bijvoorbeeld een club in of zo met die groep. En dan zei ik tegen iemand, hey, of gaf ik iemand een knuffel, hoe is het? En dan werd je echt gewoon aan je oren achteruit getrokken. Je weet toch dat vorige week had toch die met hem gezoend. En is die met, dat is altijd zoveel drama. Dat ik op een gegeven moment dacht, ik heb hier zo geen zin in. En toen leerde ik mijn ex kennen. En toen werd er daar ook heel veel over geluld. En toen had ik op een gegeven moment zoiets van, nou, ik ben wel even goed of zo. Ja. Ja. Hoe zou iemand jou kunnen versieren? Als er een manier is. Ik weet het niet. In een club? In een club.
Daar staat. Ja, ik denk dat het. Ja, ik ben. Ja, hoe kan je me even versieren? Ik ben gewoon altijd heel erg van gewoon gezelligheid of zo. Ik vind het echt heel een afknapper als iemand mij achter het uitgaan een berichtje stuurt van: hé, ik zag je, maar durfde je niet aan te spreken. Zo en zo, zullen we een keer wat drinken? Dat ja, ik weet dat jij dat soort dingen doet. Ja. Maar ik vind dat zo'n afknapper. Ik vind gewoon als je. Ik vind gewoon. Ik hou gewoon echt van. Directheid. Gewoon een beetje sociale, gezellige mannen. Dus toon ook gewoon ballen. En als je op dat moment denkt: hé. Hey, dan vind ik het gewoon, ja, ik weet niet. Misschien andere meiden zijn er helemaal oké mee. En dus stel, ik zie jou in een club en jij loopt en je bent druk met je vrienden. En nee, want er is altijd een moment dat je naar iemand toe kan lopen. Jij zou dan wijze ook naar mij toe kunnen lopen en zeggen: hé, ik wil je even snel aanspreken. Je kan altijd wel iets bedenken. Ofzo. Ik heb nog nooit na het uitgaan dat ik iemand een bericht stuur. Want dat voelt toch zo door. Ja, hé, ik zag je lopen daar en daar. Maar ik durf je niet aan te spreken. Inderdaad. Het is ook gewoon dat ik denk, ja, ik vind ten eerste doodeng dat iemand dus bij wijze van misschien wel een half uur mij heeft zitten begluren. Maar vervolgens niks gezegd heeft. En maar dat ze wel een berichtje stuurt. Ik vind het gewoon juist dan heel leuk. Ik had het bijvoorbeeld laatst in Londen. Dat dan echt iemand naar je toe komt van, hé, wil je wat drinken? Ja. Weet je, omdat je dan op die manier gewoon met iemand een babbel hebt. En dat het heel gezellig kan zijn. Je zit veel op Instagram. Je hebt veel volgers. Vast heel veel DM's. Hoe gaat dat dan? Heb je niet via Instagram contact of soms een date? Of dat je... Nou, nee, eigenlijk niet. Ik ga er nooit heel erg op in of zo. Nee, dat heb ik wel eens natuurlijk in het verleden wel eens dat dat dan heel makkelijk is. Een heel makkelijk communicatiemiddel om mensen te leren kennen. Mm-hmm. Maar nu, ja, ik weet niet. Nee, niet per se via Instagram dat ik dan heel erg. Nee. Ook nooit. Ik krijg wel eens berichtjes natuurlijk, maar ik ben gewoon heel erg dat ik dan bekijk en dat bereik dat profiel. Ja, ik ben natuurlijk gewoon zo kieskeurig. Het is vreselijk, weet je wel. Ik zou willen dat het anders was. Nee, dat is juist heel erg goed. Nee, want. Ik bedoel, sommige mensen om me heen die hebben altijd gezelligheid om zich heen, altijd leuke mensen. En dan denk ik altijd, ja, maar iemand hoeft bij mij maar bij wijze van echt een verkeerde broek aan te hebben één keer en het is gewoon klaar. Weet je, het is gewoon, ik word er zo gek van mezelf af en toe. Nou, dit is best wel ontmoedigend voor degene die Robert wil aanspreken. Ja. Je weet nooit of je de juiste kleren aan hebt. Voor je het weet ben je al meteen weer uitgeponsteerd. Nee, maar ik ben gewoon, ik vind het zelf ook, ik erger me er zelf ook echt wel aan. Dat ik denk van, doe nou niet altijd zo moeilijk, Rob. Nee, maar dat is wel oké. Geef iemand een kans. Je moet iets, denk ik, pas doen als je het echt voelt. En nou, dat is het wel. Bij mij is het gewoon alles of niets. Nee. Nou, bij mij niet. Volgende vraag. Even kijken. Oké. Okay. Deze is van @RoySebastian_ van Instagram. Hoe kwam je erop je haar kort te doen? Ja, die vraag heb ik heel vaak gehad. Ik wilde gewoon een keer wat anders. Dus ja, het is een heel kort antwoord. Ik wilde dit al anderhalf jaar of zo, denk ik. Ja, ik hoorde er echt best lang over. Ja, ik wilde dit al heel lang. En toen eerder dan Koen. Ja, ik wilde het al eerder dan Koen. Eerder dan Koen. Hoorde je dat? En toen dacht ik van... En toen op een gegeven moment had ik gewoon een moment en toen kwam ook die kutregel van die scooterhelm. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon het moment. Ik wil het al heel lang en toen had ik echt 3 keer een helm op gehad en mijn haar zat elke keer zo. En toen dacht ik, ja, ik denk dat het gewoon een teken van boven is. Dat Femke toch ergens goed is voor geweest en dat ze dan die helm moeten komen. Want dan gaat Robert eindelijk zijn haar eraf halen. Ja. En het heeft gewerkt. Dus Stop. Ik heb het eraf gehaald en ik ben er heel blij mee. En het is super praktisch, want je hoeft er eigenlijk niet zoveel aan te doen. Nee, maar toch denken heel veel mensen dat het dus echt een soort van als een downgrade voelt. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik kreeg een berichtje van iemand die zei, ik voel je echt, het is zo kut. Mijn kapper had mijn haar ook verneukt, wat ik zei. Thanks. Ja, thanks. Maar dat was wel een bewuste keuze. Maar goed, nee. Hij heeft het al geknipt, hij heeft het er niet afgeschoren. Uiteindelijk, nu scheert hij het wel hoor. Maar we hebben het even in tussenfases gedaan. Want ik ben ook echt zo iemand die het dan scheert, omdat ik zeg, ja, maar kijk nou ook erbij. Ik heb ooit 1 keer voor een film dat ze een monnikenkapsel hebben geknipt. Nou, daar heb ik echt, ik heb nog nooit zoveel verdriet gehad. Maar ja, goed, nee, ik ben nu heel blij. Ik ben heel blij. Oké, ik ga nog even kijken naar de redactie of er meer vragen zijn. Mochten jullie net kijken en ons nu pas zien, jullie kunnen, sowieso leuk dat je kijkt. Jullie kunnen nog wat vragen achterlaten en dan kunnen we die zo direct lekker bespreken met Rob. Tot die tijd ga ik nog een paar vragen aan Robert stellen. We hebben volgens mij ook niet heel veel tijd meer. En ik kijk eventjes over hem, we gaan het afronden, want we hebben niet zo heel veel tijd meer. Maar typ even snel die vraag, dan kan ik hem misschien nog eventjes infietsen. Maar Rob, ja. Oké, glansrijke carrière voor de boeg. Het gaat al hartstikke goed. Waar sta je over 5 jaar? Oh, dat vind ik zo'n moeilijke vraag. Ik durf dat dus nooit uit te spreken. Soms moet je dat soort dingen ook doen. Dan is het juist goed. Zal ik zeggen wat ik hoop, waar ik over 5 jaar sta? Waar ik nu voor mijn best wil doen, is dat ik denk... ik hoop dat ik nog wat mooie acteerprojecten heb mogen doen. Mm-hmm. En ik hoop gewoon heel erg dat ik gewoon programma's maak. Dat is wel presenteren. Iets wat, ja.
Dat is gewoon iets wat ik heel erg hoop. En waar dat dan is, bij welke zender of voor wat. En ben ik nu nog helemaal niet zo heel erg kieskeurig in of zo. Maar ik hoop heel erg dat. Ik hoop heel erg dat ik dan programma's mag maken. En, maar gewoon vooral echt dingen doe die ik leuk vind. Ja. Ik had het laatst met Gwen over. En dat zij ook echt zei van, ik doe nu op dit moment echt zoveel dingen die ik, die ik leuk vind. En ik ben zo happy daarmee. Mm-hmm. En zij doet zo verschillende dingen. Ze doet nu natuurlijk voor RTL, weet je, doet ze een programma met Art. Mm-hmm. En ze doet dit en ze doet dat. En ze doet zoveel vette dingen dat ik dacht, ik denk, en zij is gewoon heel happy met haar werk nu. En dan dat voor mij heel erg belangrijk is. Dus als ik zeg, over 5 jaar hoop ik dat ik gewoon heel veel mag werken en heel veel mooie dingen heb mogen doen. Maar ik hoop niet alleen maar werken. Er moeten natuurlijk ook nog andere dingen zijn. Bijvoorbeeld een hond of een vriend. Nou ja, wie weet. Wie weet dat ik een, op dat moment wel een relatie heb. Kijk, het is niet dat ik er niet voor opensta of het helemaal niet wil. Ik bedoel alleen te zeggen dat mijn leven is nu heel leuk. Ik ben nu heel happy. Ik ben heel leuk, vrijgezel. En als het iemand is die mijn leven nog leuker maakt en het nog meer, weet je, waardoor het nog gezelliger is. Ja, tuurlijk sta ik er dan voor open. Maar het moet echt een toevoeging zijn. Het moet het allemaal nog leuker maken. Het moet niet, weet je wel, het moet niet mijn leven kelderen. We gaan het meemaken. Ik zit in ieder geval bij jou aan tafel met een wijntje en ik ga die vent wel keuren. Als is goed, is goed. Ik vond het echt, top dat je er was. Wij gaan zo naar het restaurant toe. Ja. En het is sowieso heel erg leuk dat jullie hebben gekeken. En vonden jullie het nou hartstikke leuk? Zouden jullie meerdere video's willen zien? En zouden jullie nog een keertje live alles willen meemaken? Abonneer dan even op het kanaal en laat iets leuks achter in de comments. En dan zien we jullie heel snel. Yes. Het was superleuk dat jullie er waren. Doeg. Doei.